Goedemorgen, ik ontbijt vandaag met havermout. Foefje heeft wat bezichtigingen. Hey, ik ben met Foefje en we gaan heel eventjes zo wat eten. Hij moet eerst nog heel even werken. En dit is wat ik aan heb. Jas, trui, deze schoenen en basic make-up. Op de scooter! Kijk hoe grappig onze jassen matchen. Het is echt gewoon... Wij zijn nu zo'n AWB-stijl. De keys gaan oversteken. A bump in the road come and she gonna be sarcastic about it. Oh, heel voorzichtig. Oh, jouw vleugeltje, zeg je dat? Oh. Afwezen. Yay. Nice. Foefje heeft zijn scooter gepimpt hoor. Met ledlampjes, nice. Wij reden hier dus net langs en ik zei, ach, papyrus lettertype. Beh. En toen zei Foefje, kijk zo omlaag. Oh my god. En Comic Sans. En Comic Sans. Ja, is nice. We zijn bij Momiji Sushi. Oh yeah. Dit is zo lekker. De Dragon Roll. En de, hoe heet die ander? Rainbow Roll. Of? Ja, die is ook lekker. Die is ook lekker. Maar we gaan voor de Dragon Roll. Oh yeah. Dragon Roll. De Dragon Roll. De Roll der Rolls bij Momiji. Kijk. En dit is de Red Dragon Roll. Met tonijn erop. Maar zonder wasabi. Is er geen wasabi? Nee. Oh. We zijn bij de Primark. Ik ben dus nog nooit in de Primark van Den Haag geweest eigenlijk. Hij zit er al een tijdje. En we gaan er nu naar binnen. Het ziet er ook niet mega druk uit, dus dat scheelt. We zijn in de Primark, we hebben net geshopt. Ik ga wel een shoplog opnemen. En het wordt steeds drukker. Ik ben serieus een beetje... Wauw, vroeger had ik dit nooit. Maar ik heb nu een beetje dat ik soms een beetje gek vind als het heel erg druk is. We zijn in de Eco Plaza om een beetje boodschapjes te doen. Eco Plaza. We komen onder andere amandelmelk halen, die op is. Ik vind het wel erg duur om hier in te zijn, want ik zag net tempeh, die is hier 4 euro. Dezelfde vind je hiernaast bij de Asian Oriental Market voor 90 cent. Ja, deze hebben ook geen suikers toegevoegd. Die andere hebben ook niks. Het is gewoon puur tempeh. Oh ja, amandelmelk. Ja, die amandelmelk, ja. Ach. Die is wel veel duurder, denk ik. We hebben nu dit en we hebben onder andere een nieuwe Kitty Fun. Hopen dat ze het aan durven. Dit is dan de fish flavor. Dit is zo super lekker. We hebben het net gekocht. Gewoon om even te drinken. Yum. Zo lekker. I love kefir. En dan hebben ze een lemon versie. Zo lekker. Hey, ik ben thuis. Foefje is in slaap gevallen. Ik was ook bijna in slaap gevallen. Maar ik dacht ik moet even de vlog editen. En ik wil even het huis weer een soort van opruimen. En spullen wegdoen. Eigenlijk wil ik een Primark shoplog opnemen. Dus op zich. Ja, weet je. Ik ga eventjes een kopje koffie drinken. Of een espressootje. En ik denk de shoplog opnemen. En daarna... opruimen. Het is 4 uur. We hebben 7 uur met een vriend afgesproken. Dus ik heb 3 uurtjes, zeg maar, om dat allemaal te doen. Ja, dat ga ik doen. De keuken is in ieder geval schoon. Ik zit altijd te kijken hoe die nog schoner zou kunnen. Maar in principe alles wat hier staat gebruiken we. De zeepje, zeg maar zeep en handcreme sowieso. Messen, koffiezetapparaat, snijplank heel vaak. Keukenpapier, weegschaal, koffie, decoratie. Ik vind ze zo leuk staan hier. Het past ook precies. En dan de kitchen appliances. Misschien heb ik die handcreme weggehaald. Die is op zich zo. Ja, dit ziet er al denk ik... Het heeft te maken met kleur. Als je te veel kleur door elkaar zet, dan ziet het rommelig uit. Kijk nou. Oh, dat wangetje. Kijk, haar poten zijn ook... Oh. Ze heeft altijd fluff onder haar poten uitsteken. Dat ze eigenlijk een sneeuwpoes is. Hier, kijk, zie. Oh, sorry, manies. Hallo, manies. Ik heb de huiskamer gedaan ook. Dit is hoe die er nu uitziet. En hier, het is allemaal opgeruimd. We hebben altijd afspraak dat ik Foefje spullen daar leg. Tada. Yeah, heerlijk als het zo fris is. Fazig. Kom op. Yes. Heerlijk fris en schoon. En de slaapkamer is ook iets wat gedaan. Die ziet er zo uit. Dit had toen...
dit puntsysteem had Alexander geloof ik bedacht. Dat vond ik echt zo cool om zeg maar je dekentje in een punt neer te leggen. Dat ziet er toch iets strakker uit dan los erop gooien, want dat ziet er nooit uit bij mij. Daar zie je. Ik moet dit nog even een soort van organiseren. Ik wil toch mijn nagellakstash binnenkort gaan doen. En ik wil eigenlijk, mijn ultieme wens is om alles, inclusief nagellak, in twee kastjes te doen. Het moet lukken, want een aantal van die laadjes, daar zit heel weinig in. Dat zou ik zeg maar samen kunnen doen met andere producten. Bijvoorbeeld highlighter en bronzer en zo. Dus het is een realistisch doel. En dan bovenop, nou ja, ik zie wel. In ieder geval, ik wil het doen en dan dat kastje kan dan naar kantoor. En dan is dit wat vrijer ook. Hey, wij gaan zo uit eten. Dit is wat ik aan heb. Dit is een soort van een dun, ik weet niet, hoe heet dit? Het is een soort van blouse zonder mouw, korte mouw. En dan deze prachtige ketting van Swarovski. En dan de fluwelen legging. En dan wil ik ook nog deze schoenen aan. Die heb ik al zo lang, die zijn zo mooi. Die heb ik bij de Primark gekocht, geloof ik. So pretty. We hebben een etentje hier met Foef. Die was helemaal droog. En Hede, hallo. Hi. Hey, we zijn weer thuis. We hebben nog even wat gedronken bij George. En het is inmiddels 1:30 s'nachts. Dus wij gaan lekker slapen. Ik ben trouwens serieus. Dit is dat ik het nu op film vast heb. Maar ik heb dus serieus door de dag heen ineens poef, mega veel buisjes gekregen. Echt, mijn hele gezicht zit onder. Ik voel ze letterlijk groeien. Ik zag ze, zeg maar, en een paar uur later waren ze allemaal een stuk groter. En ik moet nu heel goed nadenken, wat heb ik vandaag gegeten? Ik denk dat het misschien te maken heeft met de sushi van vanochtend. Want dit is echt heel bizar. Het zit echt, kijk. Dit is gewoon, het lijkt bijna een soort van allergie of zo. Maar goed. Top, vooral omdat ik morgen op tv kom. Top. Alright, wij gaan slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei. Het is leuk om weer met kleur wat te doen. Laatste jaren ben ik toch meer naar de nude tinten gegaan. En dit is voor de verandering weer eens leuk. Dus ja, ik ga een tutorial opnemen.